Hoe gaat het met het Corso? Ja, het gaat goed met het Corso. We zijn mooi op weg. We zijn lekker bezig om weer een heel mooi Corso op de weg te zetten. Je hebt net de presentatie gezien. Alle praalwagens die voorbij komen. Het is denk ik weer een heel mooi kleurrijk geheel. Zijn er nog nieuwe deelnemers onder de praalwagens? Ja, we hebben het Raamwerk als nieuwe deelnemer. En dat is een zorginstelling die... Die heel bewust kiest om mee te doen met ons, omdat ze een heel concept aan hun cliënten ook kunnen aanbieden. Daar ben ik erg blij mee. We hebben een Red Bull wagen, dat is geen praalwagen, maar daar ben ik wel heel erg trots op. Dat wij een Formule 1 wagen van Max Verstappen in ons Corso hebben meerijden. En ja, dat zijn wel hele mooie deelnemers. Hoe vind je dat het thema freedom is vertaald in het Corso? Ik hou ervan als mensen hun eigen weg gaan. En als je freedom verzint in het jaar dat we 75 jaar vrijheid hebben, dan is dat de neiging dat dan iedereen denkt, dan gaat het daarover. Ik vind de diversiteit die men toch gevonden heeft erg mooi. Het is weer een hele kleurenpracht, maar om dat volgend jaar voor elkaar te krijgen, gaan jullie naar een week eerder. Is dat een oplossing? Ja, dat is zeker een oplossing. Je ziet het nu, hè? Ik bedoel, de velden staan al voor een deel, narcissen zijn al in bloei, zijn wel de vroege. Maar het is gewoon wel een oplossing in rekening houden met het klimaat en de veranderingen. Is het goed om een week eerder te gaan rijden? Ja. Nou, zijn er in het verleden wat maatregelen genomen op het gebied van duurzaamheid en milieu? Zijn er dit jaar nog nieuwe dingen te melden? We zijn bezig met, we zijn bezig om het allemaal qua afvalverwerking anders te doen. Qua diesel die we gebruiken voor onze generatoren naar een blauwe diesel te gaan. Een biologische diesel met geen uitstoot. Uiteindelijk willen wij energie neutraal, dus CO2 neutraal rondrijden. Dat gaat even duren, maar daar gaan we echt naartoe. Ben je tevreden? Ja, ik ben tevreden zoals het momenteel loopt. Volgend jaar gaan we voor meer praalwagens. We hebben ruimte voor 20. We zitten nu op 16. Het zou mooi zijn als we volgend jaar de 20 gaan halen. Jack, hoe doe je dat nou? Een thema in een ontwerp veranderen? Dat is heel moeilijk, want iedere deelnemer wil zo zijn eigen visie erover. En freedom is heel erg breed. Het is heel actueel om nu over de oorlog te spreken. Maar het ligt ook gevoelig met onze Duitse toeristen. Dus we hebben het geprobeerd zo goed mogelijk te vertalen en naar iedereen zijn wens te doen. Ben je blij met het resultaat? Ik ben heel erg blij met het resultaat. Het ziet er goed uit. Er zitten hele spectaculaire deelnemers bij. En de avond vanavond was zeer positief. Ben je trots op je werk? Je mag het eigenlijk niet zeggen, hè? Maar ik ben heel trots op het werk. Ja.